Wil je drinken van? Ja, lekker. Ja, zal ik voor je indoen? Ja. Ik kan het heel goed. Ik heb het normaal altijd gedaan. Ik heb altijd in de horeca gewerkt. Maar ja, er kwam een keer een kale man langs. Die zei tegen mij, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan een tv-programma maken. Ik zei, nou, dat doen we niet aan. Dus zei ze tegen mij van, ja, dat is wel leuk. Dus ik moest mijn horeca verlaten voor een tv-programma. Wat vind je daar nou van? Ja, een foute keuze, denk ik. Dat vind ik ook, foute keuze. Kijk eens aan. Ja, helemaal goed. Alsjeblieft. Dankjewel. Oeh, verdomd. Willem, je staat er al. Hi. Vriend. Hi. Staan weer vrouwen achter de bar en jij staat er weer bij? Ja, sorry. Ik heb ook haar nummer. Kijk maar. Oké, 06. Ja, ik heb ook haar nummer. Martin, we zijn wederom bij de Krim, hè? Ja. En jij mocht achter de bar staan. Ik mocht dit keer achter de bar staan, ja. Ik mis het wel achter de bar. Toch wel, hè? Ja, toch wel. Ja. Ooit begonnen achter ik de bar? Ik ben ooit begonnen achter de bar, ja. Ja. Dat is mijn broer, eigenlijk. Maar we gaan zo meteen naar die tafel toe. Althans, ik ga erheen. Neem drie geweldig leuke artiesten mee. Ja. Wie eigenlijk? Eentje uit Ochten. Eentje uit Babberich en eentje uit Gent. Ik heb echt geen flauw idee waarom? Waar dat ligt allemaal. Nee, maar ik ga ze zo voorstellen aan tafel. Oké. Okay. Dus geniet weer van een nieuwe aflevering Made in Holland TV bij RTV Apeldoorn. Goed, welkom dames en heren. Gezellig. Mede Holland TV bij RTV Apeldoorn, lokale omroep. En wij zijn het kijkcijferskanon van Apeldoorn. Dus dame uit Babberich, ja. Celine van Brandenburg. Stel je het kort even voor aan de kijkers en uiteraard aan de mensen hier en aan mij. Nou ja, het werd al gezegd, ik ben Celine en ik ben 16 jaar en ik kom uit Babberich. En al lang bezig met het artiestenbestaan. Nou ja, eigenlijk begon een beetje in januari, dus nog niet zo heel lang. Dit jaar? Ja. Zo. Dus nog maar kort bezig en wij gaan zo wel twee nummers al van jou horen. Ja, klopt. Ja. Kom zo weer terug bij jou. Dan gaan we naar Hugo, Gent. Ja, we kennen elkaar al een tijdje langer. Hoe gaat-ie? Ja, hij gaat goed. Hij gaat lekker. Ja. De laatste single doet het erg goed. Ja. Kom we zo op terug. Gelukkig. Ja, ja. En maar Gent, wat is dat, Betuwe? Ja, Gelderland. Gelderland nog? Ja. Babberich ook, hè? Gelderland. Ja. Gent met DT, naar de Zandtas. Ja. En je... Ja, Ochten ook. Ochten ook, ja. Hè? Dus het is een geld zonder onsje. Dat klopt, ja. Gezellig. Ja. Marlane. Ja. Waar kennen wij jou van? Waar kennen ze mij van? Ja, dat weet ik ook niet. Ze kunnen beginnen natuurlijk via TV Oranje, noem maar op. Ja. Ik weet het ook niet. Ja. Echt een muzikaal beest ben jij, hè? Ja, ze zeggen het. Ja. Ja. Ik heb de eer gehad om bij jou thuis een keer een privévoorstelling te mogen krijgen in de oefenruimte. Nou, als je dat daar ziet en hoort, dan krijg je kippenvel. Dankjewel. Dat is gewoon geweldig. Leuk, ja. 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 En de laatste single, die doet het... Ja, die doet het heel goed. Ik heb in de top 30 gestaan op nummer 16. En in de mega top 100 op nummer... het is wel nummer 97. Maar ja, je staat er toch in. Ja. En met Wat kan mij het schelen? Ja, Wat kan mij het schelen? Ja. Ja. Leuk. Hugo. Jouw laatste nummer. De mondharmonica. De jongen met de mondharmonica. Ja. Mooi, hè? Ja, ik vind van wel. Oud nummer. Ja goed, het is natuurlijk eigenlijk bekendgemaakt door Bernd Kluwe. Die heeft er in 1973 een wereldhit mee gehad. Die jongen met de mondharmonica. Maar hij is eigenlijk van Mickey, hij is ouder. Die heeft hem tweetalig uitgebracht. El Chico della Monica en Mouth Organ Boy. Jij hebt wel wat met Italiaanse nummers, hè? Ja, ik weet het niet. Nou. Je doet het zeker op meisje uit Italië. Ja, ja. Dus vandaar. Ja. Celine, Engelstalig alleen? Ja, alleen Engels. Geen Nederlands? Nee. Nee, komt het niet voor in jou? Nee, absoluut niet. Nee. Wie is jouw grote voorbeeld? Adele, toch wel. Toch wel? Ja, Adele en Taylor Swift. En je doet ook nummers van Adele? Ja. Ga je die hier ook doen? Nee. Oh, dat is wel jammer, hè? Hé, de programma's, The Voice of Holland, noem maar op. Ga ik even niet naar natuurlijk bloed, zweet en tranen, maar dat is niet voor jou weggelegd. Maar zou je daar mee willen doen? Nee. Niet? Nee, ik ga er veel tijd in zitten en dan zou ik een jaar school over moeten doen.
En ja, dat heb ik er nu gewoon nog niet echt voor over. Ik wil eerst gewoon mijn school afmaken en dan kijken we wel verder. Wat voor opleiding doe je? AKA niveau 1. En dat is? Ja, dat is eigenlijk vervolgopleiding gewoon voor de ROC. Oké. En welke richting dan? Zorg. Zorg? Ja. Oké. Malane. Ja. Dat ben ik. Wat ga jij bij ons in de uitzending doen? Ik ga Wat een leven. Dat is mijn tweede single. Ga ik zingen. En Wat kan mij het schelen? Mijn nieuwste. Ja. Kom ik wel even bij jou en bij Hugo's ook. Bloed, zweet en tranen. Ja. Ik weet er alles van. Is het zo? Ja. Vertel. Ik heb eraan meegedaan. Okay. En ja, superleuk. Echt, ja. Weer een ervaring rijker, laat ik het zo zeggen. Hoe ben je meegekomen? Nou, er waren zeg maar 2000, ongeveer 2000 aanmeldingen. Ja. En daarvan zat ik bij de laatste 200. En ook de show en zo mogen meemaken. Alleen, ja, helaas, Gerard Joling die drukte voor mij. Maar de rest niet. Maar ik heb toch wel heel veel kunnen netwerken. Heel veel artiesten en collega's kunnen zien. En dat is wel heel leuk. En dan ook gezellig onder elkaar. Hoe kijk jij er nou op terug? Is het een spel wat gespeeld wordt daar? Ja. Of, het is wel een spel wat gespeeld wordt, inderdaad. Maar ik kijk er wel echt leuk op terug. Ja, ja. Ja. Ja, we laten het iedere uitzending in de revue een klein beetje passeren. Omdat we toch wel het grootste gedeelte Nederlandstalig repertoire hebben. En we hebben zoveel van die tv-programma's op het ogenblik. Bloed, zweet en tranen, The Voice, nou noem maar op. Dus dat, die vijver wordt steeds voller. Ja. Merken jullie daar iets van? Doordat er zoveel artiesten zijn, dat er minder vraag is naar jullie? Nou, ik denk wat je het hoofdzakelijk aan merkt, is bij bepaalde radiostations om gedraaid te worden. Want als je kijkt, het aanbod is zo ontzettend groot. Als je als radiostation misschien 80 tot 100 singles in de week aangeboden krijgt. Ja, waar moet je daar wel of niet van draaien? Ja. Ik denk dat wij lekker gaan genieten van de muziek die jullie... Want we kunnen nog wel een uur praten over wat jullie allemaal willen doen. Maar het zingen, daar zitten jullie toch eigenlijk voor in dat velletje van jullie, of niet? Ja? Is het je ding? Jawel. Ja? Of is het erbij? Ja, het is als bijzaak wel echt een hobby. Ja? Maar ja, we kijken wat er verder uit neerkomt. Ja. Ja. Wat is het eerste nummer wat jij gaat zingen voor ons? Stay van Rihanna. Dus. Ik nodig de kijkers uit van TV Apeldoorn om te gaan genieten van Celine van Brandenburg. En daarna onze grote vriend uit Gent. En dan nog Malane uit Ochten. Dus blijf kijken. Tell me now, you know.
I follow.
Nou, jouw eerste ervaring met camera heb je goed gedaan. Nou, dank je wel. Dames en heren. Dat vind ik wel. Dat mag gezegd worden. Dus, straks ga je stage lopen. Wat ga je dan doen bij... Waar is dat? Ik loop nu stage in de kleuterklasse 1 en 2. En zing je daar ook? Ja, we zijn nu bezig met de cupsong met de kleintjes. Dus, ja. En nu helemaal voor Sinterklaas tijd zeker of niet? Ja, ook. Ja, spannend ook niet. Ja, is heel leuk om te doen. Ben je sportief verder? Nee. Niet? Nee. Ja, nou, dan sta ik er met de mond vol tanden. Ja. Nee. Maar darten ken je? Ja, ik heb het nog nooit echt gedaan. Het gaat ook altijd mis, dus... Het bord staat vlakbij een vijver. We hebben maar 3 pijlen. Oké. Dus ik hoop niet dat je... Doe je zwemvest maar aan. Ga maar naar buiten. Ga naar Martin toe. En Martin is een vreselijk aardige jongen. Met een nadruk op aardig. Oké. Nou, ga je gang. Ik laat dames altijd voorgaan. De heren ook trouwens. Ga eens kijken wat je er vanaf brengt met het darten. Kun je horen als je wil. Het is een droom. Sluit je ogen en wees stil. De jongen met de mondharmonica. Kom met mij hem achterna. In zin. Stap maar in en vaar mee. En je eenzaamheid verdwijnt. Hij speelt zijn lied in een gouden sprookjesboom. Dan weet je niet, is dit waarheid of een droom? De jongen met de mondharmonica. Kom met mij hem achterna. In zilveren dromen. In een luchtschip op een blauw-zwarte zee. Stap maar in. Vaar mee en je eenzaamheid verdwijnt. Ik weer in mijn bed, heen alleen.
stand om van te houden. Maar uiteindelijk, schat, toen trof ik jou. Jij bent een liefdesmakelaar, ja, dat ben jij. Jij dreef de wolken uit elkaar, de zon ging schijnen. Dat jij bent verschenen, is de kou uit mijn leven verdwenen. Kom je straks weer bij mij, sla ik een arm om je heen. Ik hoef mij nu niet groot te houden, ik heb nu iemand om van te houden. Want uiteindelijk, schat, toen trof ik jou. Jij bent een lief, ja, dat ben jij. Jij dreef de wolken uit elkaar, de zon ging schijnen. Mijn dagen hebben nu weer kleur, dat komt door jou. Ik ben zo gelukkig, ik hou van jou. Weg is nu het verdriet, ik ben zo blij, zo blij. Makelaar in de liefde, dat ben jij. Jij bent een liefdesmakelaar, ja, dat ben jij. Jij dreef de wolken uit elkaar, de zon ging schijnen. Mijn dagen hebben nu weer kleur, dat komt door jou. Ik ben zo gelukkig, ik hou van jou. Ik ben zo gelukkig, alleen met jou. Ook een lekker nummer, hè? Ja, maar toch, de mondharmonica die vind ik toch wel erg gaaf, hoor. Dat is echt, dat kun je ook bij de mensen hier die aanwezig zijn, nou, herkenbaar, hè, een oud nummer. En wil niet zeggen dat we oude mensen hier binnen hebben, maar ja, het klinkt zo lekker. Ja, als heel Nederland het nou zou gaan zeggen, ja, daar zetten we op de wacht. Dat doen ze toch ook? Ja. Ah, nee, het gaat hartstikke goed. Het hoeft maar één keer gedraaid te worden in een tv-serie en je hebt nummer 1 niet. Dat heeft nou Gerard ook, met de Jongen van de Handel. Zo in één keer een hit, doordat hij een ander programma zat. Hoe gaat het verder met jou de toekomst? Ja, goed. Hoe gaat het met Hugo in de toekomst? Ik ga gewoon door zoals ik de afgelopen jaren eigenlijk altijd gedaan heb. En gewoon lekker optreden, lekker zingen. Ja. Het gaat elke keer nog met stapjes omhoog. Ja. En daar ben ik op het moment dik tevreden mee. En jouw kleur in muziek is wat je nu net gedaan hebt? Ja. Ja. Dat wel. Ja. Ja. Sportief? Dank u. Maar ben je sportief? Oh, ik dacht dat dit sportief was. Ook. Toch? Dat zijn kaartjes dat je terug moet. Maar, dat is van de stoomrij. Ja. Hey, maar sporten, doe je daar aan? Nee, ik zit nog bij de vrijwillige brandweer. Ah joh. Dus. Huh? Ja, herkenbaar, hè? Maar vroeger heb ik gevoetbald, maar daar heb ik geen tijd meer voor. Maar pijltje gooien in een bord, dat lukt wel, hè? Ja, als de bril ophoudt wel. Mijn vriend staat erbij, dus mag ik hem gerust afdoen. Gaan we buiten kijken of Martin er gereed voor is. Gasten, gaan voor. Dank u. En ik hoef en spring, ik wil maar één ding. Zing maar mee, zing maar mee, zing maar met me mee. Ik beest en beest, ik roep onbevreesd. Zing maar mee, zing maar mee, zing maar met me mee. Van onszelf laten horen. Oh, 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 wat een leven. Oh.
DJ is cool, zijn muziek is goed. Het gaat hier zoals het wezen moet. De tent op zijn kop, iedereen die lacht. We dansen en zingen uit volle kracht. Als je dit niet bevalt, het leven voor even op de pauzeknop. We klappen en springen en we zingen hardop. Oh, 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 wat een leven. Oh, 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 wat een leven. Ik geef het op los, doe alles wat ik mag. Lol, maar feest de hele dag. Gekke groep met een prima sfeer. De tent gaat los en we zingen weer. Couplet. Hoe spijtig dan ook, het is uit met de pret. Ik heb wat spullen bij het vuil gezet en de rest staat voor je klaar. Waar je wonen gaat is mij een zorg. Maakt me niet uit, bekijk het maar. De zon komt morgen toch weer op en 's avonds komt de maan. Ga jij je gang, dan ga ik nu op eigen benen staan. Daar kun je van op aan. Laat jij mij om die ander nu verlaat. Ach, wat kan mij het schelen? Laat jij nu met die ander verder gaat. Ja, wat kan mij het schelen? Had ik heel lang niet gedaan. Het voelde goed om weer mezelf te zijn. Ik kon me eindelijk laten gaan. Het idee van niet meer samen zijn, dat geeft me nu een goed gevoel. Wees maar niet bang, ik red me best. Ik ben sterker dan de rest. Jij weet wat ik bedoel. Dat jij mij om die ander nu. We'll be right back.
kan mij het schelen. Ja, helemaal precies. Niks. Ja, nee. Lekker nummer. Dankjewel. En wat één ding is me opgevallen. Ik ben bij jou thuis geweest, wat ik al op tafel zei. Ja. Jij bent daar net zoals hier. Ja. Hier staan camera's, zit publiek en thuis ook. Zit je alleen voor mij. Je zit in de bank, je moeder naast me en dan echt hetzelfde. Dankjewel, dat zit helemaal in jouw bloed, of niet? Ja, ja, dat denk ik dan. Ja. En wat ga je nou verder doen daarmee? Sporten. We gaan sporten. Gaan we nou sporten? Ja, of ik. Zo ver was ik nog niet. Oh. Nee, maar verder met optreden staan. Ja, ja, inderdaad. Dezelfde tour op met als dit nummer? Ik wil hier wel inderdaad, vooral met mijn laatste single, Wat kan mij het schelen, daar wil ik wel een beetje van mijn... Van wie was dat origineel? Origineel, dat is in principe geschreven door René Karst, zijn moeder en zijn zus. Ja? Maar doordat dat toen een wedstrijd was geweest, heeft toen Susanna gewonnen. Maar... Ik persoonlijk zelf heb er weinig van gehoord nog, helaas. Ja. Maar ja, zodoende bleef hij altijd wel in mijn hoofd zitten. En dacht van, ik ga er even een nieuw jasje omheen maken. Nou, hartstikke goed gedaan. Ja. En iedereen vond het leuk en ik zeer zeker. Nou gaan we naar het sportmoment. Oké, yes. Want jij wil gewoon naar Martin toe, hè? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, nou, wie wil dat niet? Kom, niet. We gaan. Eens kijken of je vandaag de prijzen... Ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat het niks wordt. Niet gewoon nee, recht in dat, ik ben er zo slecht in. In dat kleine bouwen. Oké, okay, kom. Nou. Kun je het afkrijgen? Oh. Ja. Het is buiten toch ook wel lekker, hè? Zo. Maar nou, kom wel. He? Zeker. Hey, was lekker, hè? Ja, ging goed. Ja. Ja, zeker. Dat is nou Martin. Hallo. Dat Hi, is nou leuk. Martin. Hoi, Marlane. Hoi. Hoi. Martin is de naam. Je mag gaan gooien. Ga je het eerst even voordoen, want ik kan er echt helemaal niks van. Nee, ik doe niks voor. Oh, ja. Nee, in ieder geval, je moet drie paarden in het bord, niet te buiten alsjeblieft. Anders moet ik gaan zwemmen zometeen, heb ik totaal geen zin in, want het is al koud. Valt wel mee, vriend. Ja. Wil je op eerste plaats komen, dan moet je boven Christian Malan eindigen. En die heeft 90 punten gehaald. Oh, dat redt ik makkelijk. Dat red jij wel, hè? Dat heb je helemaal onthouden, hè? Maar pas op, want je bent blond. Ja. Jij haakler... maakt vrienden. Jij maakt... En je haakler heb je sowieso niet mee. Oh, dit komt niet goed. Okay. Wel, gaat helemaal goed komen. Zij toch? Los in. Dat ging nog wel bijna. Ik moet even overnieuw, jongens. Nee. Oh, heerlijk dit. Ja! Ja. Nou, je bent in ieder geval niet laatste, want dat is echt 0 punten. Ja, Jessica Malfeet, je hebt 0 punten. Oh. 2, dus volgens mij sta je 1 laatste. Yes! Maar je bent van dit stelletje nog steeds... Ja, de eerste. De eerste. Dus, nou, nee, Hugo. Oh, ja, ik mag bepalen wie er... Oh ja, ik vind het prima. Jij heb je ook scherpe pijltjes, of niet? Ik weet het geen pijl. Hugo. En voor degene die het niet weten, Hugo, de winnaar van Algeheel... Die krijgt mij als troostprijs. Dus, ga je gang. Nee, die komen wij verrassen tijdens een optreden ergens in het land. Dus is dat leuk of is dat leuk? Ja, dat is geweldig. Je mag 90 punten. Dat is tot nu toe de nummer 1 van iedereen. Nou, zijn stijl is al goed, hoor. Oh. Ja. One. Oh, ja. Ja, dat is er 3, hè? Maar ik... Ja. Ze zetten in ieder geval aan boord. En 6. Maak 16 punten. 16 punten. Tot nu toe de nummer 1 van het soortje ongeregeld. Dan de laatste. Van de tuig. Kijk eens aan. Ook 3 pijlen. Hoger dan 2, want dan ben je niet laatste van jullie drieën. Je kan het, hè? Ja. Je kan het. Ik kon het ook. Ja, als zij kan, jij kunnen. Maar jij bent in ieder geval niet blond. Ze mogen nu in de 5, hoor. Ja, niet. Ik ga ze echt er niet uithalen. Oh, jammer nou. Kijk. Oh, oh. Martin, wat tellen zo. Oh, jeetje. Ja. 14, 12 en 4 is 30 punten. 30 punten. Nou, ik vind het keurig. Nummer 1. Van jullie drieën. Oh, proficiat. Ja, het is echt waar. Martin, kom erbij. Ja, ik kom erbij. Mag ik even tussen jullie instaan? Ik heb het zo koud. Jij mag, tuurlijk mag jij daarna staan. Dat wil jij gewoon, vriend. Ja. Maar dat geeft niet. Nee, hè? Hoe vonden jullie het? Leuk. Leuk, hè? Gezellig, ja. Het is een lekker spontaan programma en een hele spontane vriend heb ik. Ja. Hij is echt een schatje. Wij mogen elkaar ook. Wij mogen elkaar erg, ja. We hebben wederom kunnen genieten. Martin, jij ook, hè? Ja, absoluut. Van een hele leuke aflevering Mede Holland TV bij RTV Apeldoorn. En hou je hand omhoog. Kijk over 2 weken weer naar een nieuwe aflevering
Made in Holland TV bij RTV Apeldoorn met Martin en met mij.